SCAC deed het vorig seizoen uitstekend met een plaats in de halve finale van de play-offs. Rotterdam daarentegen moest knokken om in de hoofdklasse te blijven, maar dat lukte. De ploeg van Janneke Schopman staat er goed voor, maar er zijn een aantal speelsters niet bij. Van der Pols en Van Soest zijn geblesseerd en Soledad Garcia is nog steeds in Argentinië. Maar SCAC valt aan en dit is een goede aanval met Verhagen, opgezet door Dirksen van de Heuvel. En dan is hier Sarah Jaspers, overgekomen van Den Bosch. Het is de eerste kans voor SCAC in de vierde minuut van het duel. Ook Rotterdam versterkte zich met een aantal Zuid-Afrikaanse speelsters. Kathleen Taylor, Taryn Bright en op het middenveld Hollywood, een Australische middenveldster. Een strafcorner voor Rotterdam na 11 minuten spelen. En dat is een uitgelezen kans voor de ploeg van de nieuwe coach Remco Hartgers. Maar deze strafcorner wordt niet verzilverd en dan is daar nog een kans voor de tip-in bij de tweede paal. Maar ook dit keer lukt het Rotterdam via Marijn Hinskens om niet te scoren. De strafcorner is van Eva Bots. En dit buitenkansje had Rotterdam toch uit moeten buiten. SCAC begon aanvallend, maar langzamerhand gedurende de eerste helft gaat Rotterdam beter spelen. Manouk Verneij met een goede bal. Dit is Arnink, Mathilde Arnink in de cirkel. Het voorgeven en dit loopt goed af voor SCAC, want Sluiter krijgt de stik niet tegen de bal. Wel een goede aanval van de ploeg uit Rotterdam. Dat een prima indruk maakt in de eerste helft. SCAC dan, valt aan. Rotterdam krijgt de bal niet weg. En SCAC profiteert daarvan met Nicolien van Nispen. Dit is goed, van Dirksen van de Heuvel. Heel knap gedaan van Dirksen van de Heuvel. Zet de aanval op en daar is dan de eerste treffer van de competitie van SCAC. Het is Floor Joosten met de treffer. Een foutje achterin bij Rotterdam en dat wordt afgestraft. Het begint allemaal bij Van Nispen, het overgeven aan Dirksen van de Heuvel. En zo is dit een hele goede aanval voor de ploeg van Janneke Schopman. Met het prima voorbereidende werk, onder meer van Dirksen van de Heuvel. De tweede helft is net begonnen als Maria Verschoor in balbezit komt. En hier uithaalt, prachtig gedaan voor Verschoor. Het is de 1-1 die op het scorebord komt. En Rotterdam dus op gelijke hoogte, vlak na rust. Prachtige goal, dit is mooi werk van Verschoor. Hij heeft daar al gezien waar de keepster van SCAC Inge Vermeulen staat. En dan is het lekker uithalen, hele fraaie goal. Heerlijk om zo'n doelpunt te maken aan het begin van de competitie. En ook nog eens op gelijke hoogte te komen. Nog geen 5 minuten later. Carlien Dirksen van de Heuvel. Mooie actie. En het is raak voor SCAC. Het is de 2-1. En wat een prima goal is dit van Dirksen van de Heuvel. Kijk eens hoe mooi. Tussen 3-4 speelsters door van Rotterdam. En daar nog eens 2 speelsters passeren. En dan ook nog eens de keepster. En verdiende 2-1 voorsprong voor SCAC. Rotterdam krijgt nog wel kansen. Maar het slotakkoord is voor SCAC. Maar ook voor Marjolein Kooijman, de keepster van Rotterdam. Zij houdt de stand op 2-1 na deze strafcorner van Kaya van Maasakker. Prima redding, maar Rotterdam verliest wel. Want het team van Janneke Schopman wint thuis met 2-1.